Kunnen we zonder publieke omroep? Dat is de kwestie. Afgelopen week in het nieuws. Het kabinet praat met de NPO en over hoe die toekomstbestendig moet worden. Een van de opties is de hele boel reclamevrij maken. En misschien moet NPO 3 nou toch maar eens worden opgeheven. En het gaat natuurlijk over bezuinigingen. Denk aan Brandpunt Plus en andere tijden. Kunnen we zonder NPO? Ja, natuurlijk, zegt onze voorstander deze week in de krant. Dus Marianne Zwageman, schrijfster, columniste en medeoprichter van Pound. Als het bijvoorbeeld over nieuws gaat, dan zijn RTL en BNR vaak beter dan de NOS, vindt zij. 13 regionale omroepen hebben 13 directeuren. Dat kan veel doelmatiger, vindt ze. De publieke omroep is een broeinest van geldverspilling. En niet eens alle groepen in Nederland worden bediend. Singles, moslims, ZZP'ers komen er allemaal elkaar vanaf, vindt Zwageman. Ze wil toe naar een ondernemend model. Een systeem waarbij programmamakers en mediabedrijven die zinnige programma's willen maken, geld erbij krijgen van de overheid. En als de logistiek ook nog eens efficiënter wordt, ja, dan komt er veel meer geld bij programma's zelf terecht in plaats van bij allerlei bobo's. Bert Huisjes, de baas van WNL, ook een publieke omroep, ziet het anders. Hij is de tegenstander in de krant deze week en wijst op de voordelen van ons bestel. Voor elk wat wils is het, mede dankzij de publieke omroep hebben we een van de succesvolste tv-industrieën ter wereld. Dus heel veel werk en inkomsten. Ons bestel is uniek en iets om trots op te zijn. En ook nog eens mede dankzij de Telegraaf, die niet alleen aan de wieg stond van WNL, maar ook de Tros en de Avro hielp oprichten. Dus ja, onvrede over de publieke omroep, dat is van alle tijden. Dus dat is ook geen reden om nou ineens rigoureuze beslissingen te nemen. Het is net als met snelwegen en met het Rijksmuseum. We kunnen best wel zonder, maar liever niet. Al dus Huisjes. Goed, voor en tegen zijn duidelijk, maar wat vindt Nederland ervan? Nou, dat zijn we deze keer gaan vragen in Uithoren. Ja, ja, zeker. Ja, nee, die moet wel blijven. 1, 2, 3, dat is het lekkerste. Maar ik vind RTL 4 en SBS 6 ook erg leuk. Maar de reclames is vervelend. Ja, het hoort er gewoon bij. Het hoort bij Nederland. Wat nou als het NPO zou verdwijnen? Ja, dat zou ik heel erg vinden natuurlijk. Daar zit ik niet mee. Daar zit ik echt niet mee. Eén moet wel blijven. Ik vind kunst en kitsch heel leuk en ik vind heel Holland Bak erg leuk. Nationaal, één vandaag en sport. Als dat nou zou verdwijnen, zo'n Nederland 3, denkt u dat dan de programma's die u ook goed vindt, dat die zouden worden overgenomen door de commerciële? Ja, ja. Nee, er zijn ook heel andere dingen uit. Neem nou gewoon zondagsmorgens de KRO of de geloofgesprekken, eucharistieviering op de televisie. Ah, ja. Nou, dat is... Ja. Onmisbaar. En dat gaat verdwijnen als ze naar die andere omroepen gaan. Dat is de eerste waar ze eruit gooien. Zomaar wat mensen in Uithoren. En nou ben ik heel benieuwd wat jij thuis ervan vindt. Ga naar telegraaf.nl/wat u zegt en laat het ons weten. Of als je dit via YouTube kijkt in de comments. En vergeet niet te abonneren en te liken. Volgende week is er weer een nieuwe kwestie. Tot dan.